Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie. Bijzonder goedenavond. Dit is Studio Voetbal met een wat rumoerig groepje. Daar ga ik straks met u over praten. Eerst, waar gaan we het onder meer over hebben? Over coaches Van Gaal, Hiddink en Koeman. En over het maken van mooie doelpunten. Wel of niet bewust, maar het is in ieder geval een mooie. Michael de Leeuw. En over debutanten bij Ajax die onmiddellijk scoren. Riederwald deed het 2 keer. Assistent bondscoach, dat is een probleem. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB, vroeg aan Ronald Koeman of hij assistent van Hiddink wou worden. Ronald wees het verzoek af. Wat nu? Toen schijnt Bert van Oostveen Marco van Basten te hebben gebeld. Die moest aan de tandarts. Mourinho, die zat vast aan een contract. Bert snapte er niks meer van. En ja, Dick, het gaat niet zo goed bij AZ. En namens Bert wou ik je vragen, in Nuremberg gaat het ook slecht, of jij assistent van Gert-Jan Verbeek wilt worden bij Oranje. Of beledig je nu namens Bert van Oostveen? Kijk, Jack, ga jij maar door. Kijken jullie ervan op? Wat Koeman zei, dat hij benaderd zou zijn als assistent van Hiddink? Ja. Nou, ik vind het, dat heb ik vorige keer al gezegd. Ik vind dat nu moet een andere generatie moet komen. En onze tijd is wat dat betreft nog niet helemaal voorbij, maar het zit er wel aan te komen. Maar met name dat Koeman gevraagd zou zijn om rechterhand te worden van Hiddink. Ja, dat is het wel zo. Ja. Dat is zo. Dat heeft Van Oostveen ook toegegeven. Dat is zo. Maar kijk, het vervelende voor Ronald is dat eigenlijk de KNVB al lang wist dat ze wat met Hiddink wilden. Geloof ik, al in september wisten ze het al. Maar kijk, als je dan tegen Ronald zegt van, nou oké, okay, je bent één van de gegadigden, maar we hebben al iemand, dan houdt het op. En, en dat is te gaan doorcijpelen in principe. En als je het al weet wie het gaat worden. Het is niet echt een belediging, maar je kan het niet zeggen. Nou, je vindt het geen belediging. Iemand die kan het niet zeggen. Je kan het niet doen. Hoofdtrainer van Ajax, Feyenoord, PSV, Benfica geweest. Klopt. En dan vragen of die assistent bondscoach. Nee, dat kan niet. Ja, maar ik denk dat. Maar vooral omdat ze het al wisten. Ze wisten het al lang. Want toen Hiddink er naar buiten kwam, toen zei hij van, ja, waarom kom jij er ineens met eerste naar buiten? Contact uit september. Op zich, hij weet dat hij dan over 2 jaar wordt die bondscoach. Een clubtrainer, we weten het allemaal, dat is toch een zwaar beroep. Ja, maar bijvoorbeeld Van Basten was nooit clubtrainer. Is bondscoach geweest. Nee. En Rijkaard is het ook geweest. Hij heeft wel de kwaliteiten ervoor. Maar je zou ook kunnen zeggen, okay, 2 jaar in de lulte. En dan over 2 jaar neem ik het over, 2 of 4 jaar. Zou je ook kunnen zeggen. Maar er is getracht. Want ja, maar je hebt wel een goede baan. We laten de naam Guido Albers net vallen. Dat is de zaakwaarnemer onder meer dus van Ronald Koeman. Er is nog getracht om te kijken of er een mogelijkheid was. Er is maandag door Guido Albers aan Hiddink gevraagd. Laten we nou even kijken of Hiddink en Koeman met elkaar kunnen praten. Bijvoorbeeld Hiddink supervisor en Ronald bondscoach. Onder zeg maar de paraplu van Hiddink. Maar dat is door Hiddink niet geopperd. Want die wil graag het zelf gewoon nog doen. Ja, dat is ook duidelijk natuurlijk. En die zal toch ook nu zijn eigen mensen mee willen nemen. Want als Koeman gepolst is, betekent dat ook dat Blind dus ook zeker geen kandidaat voor die functie meer is. En op zijn laatst nu weet hij dat die tweede keus daarvoor is. Ja, misschien heeft hij de verkeerde Koeman, hebben ze benaderd. Want ik zou me zomaar iets kunnen voorstellen dat Hiddink bijvoorbeeld, Erwin Koeman, nou, dat zou ik denken, Fred Rutte. Dat zou ik eerder aan Fred Rutte denken. Die mensen heb ik dan samen mee gewerkt. Het was wel een aardig trio. Dit was een trio ook. Ja, dat was wel een aardig trio, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of dat iets ermee te maken heeft dat Fred nu definitief niet naar Hongarije gaat. Daar weet ik het fijne niet van. Maar dat zou op zich nog helemaal niet zo'n gekke gedachte zijn. Zou je dat een goed plaatje vinden? Ja, het klopt beter dan Ronald. Dat wel, ja. Voor de status die hij heeft, ja, moet je ja. Maar zou jij dan bijvoorbeeld ook vinden dat iemand als Fred, zoals Dick dat net oppert, dat bijvoorbeeld op de lange termijn ook zou kunnen overnemen? Of vind je dat dan toch misschien weer net even een brug te ver? Dat hangt er helemaal vanaf. Kijk, hij heeft het ook overgenomen bij PSV. Ja. Ja, en daar kent iedereen ook de resultaten van. Het wil niet zo zeggen dat je het dan ook meteen goed doet. Soms kan het wel.
Het ligt denk ik helemaal aan de persoon zelf, vind ik. Of hij dat gevoel heeft of niet. Maar het zou het logische plaatje zijn, hè? Als Hiddink voor 2 jaar zit en er komt zeg maar een goede assistent bij, dan moet hij dat over 2 jaar kunnen overnemen. Dat is eigenlijk de vraag die jij stelt. Is Rutten dan de aangewezen bondscoach? Zou jij dat zien zitten? Nogmaals, ik zou het logischer vinden als Koeman gewoon een jonge jongen. Of Ruud of Marco. Van die generatie, dat heb ik vorig jaar ook in dit programma gezegd. Ja. En ze gaan nu op safe met Guus. Ja, en ze willen wellicht gewoon het grote boegbeeld. Niet ten nadele van Koeman, maar Hiddink is natuurlijk... Ja, maar dat het boegbeeld dat zelf nog... Maar dat is Ronald toch ook? Ja, natuurlijk. Ja, maar wat zou de drijfveer van Guus zijn? Nou, het gewoon nog leuk vinden. Jij vindt het ook nog steeds hartstikke leuk. Ja, zonder meer. Maar bijvoorbeeld die keuze, is dat een persoonlijke keuze van Bert? Van Oostveen? Of is het een... Ik vraag me altijd af hoe het dan gaat bij de KNVB. Is het echt, of is het van het bestuur? Nou, is op van wie gaat dat uit? Is op dit moment... Jelle Goes is nu de technisch man geworden. Maar er is natuurlijk een vacuüm geweest. Je moet erom lachen. Ja, maar die zal er niet mee gaan beslissen wie de bondscoach wordt. Ja, maar wie moet het dan wel doen? Want van Oostveen. Moment, dus dan moet Van Oostveen het in zijn eentje beslissen. Ja. Ik zit toch wel heel erg op de lijn van Dick. Ik vind toch echt wel dat de volgende generatie wel aan de beurt is. Het enige wat ik daar wel vind, stel dat nu wordt Hiddink het en die doet het 2 jaar, dan heb je natuurlijk wel, over weer 2 jaar ben je verder, dan zijn mensen als Frank de Boer misschien wel weer de meest geschikte opvolgers. Ja. Je weet natuurlijk niet wat die dan zijn, maar dat zou dan wel weer kunnen. Weet jij dat, Dick? In hoeverre heeft een merk sportartikelen daar een vinger in de pap? Nike in dit geval. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Van Oostveen, dat is een integer man, dat die... Op Nike. Nou ja, je kunt wel integer zijn en toch ook sponsoren manoeuvreren en tevreden stellen. Kijk, Guus heeft natuurlijk een enorme reputatie in de wereld. Hè, en ze spelen daar op safe mee. Met Ronald moet je het afwachten, maar die heeft natuurlijk ook al wat achter zijn naam staan. Dan zeg ik, ja, joh. Ja, de volgende EK plaatsen zich de twee beste per groep. Dus het is de makkelijkste kwalificatie die Nederland in 30 jaar heeft gehad, bij wijze van spreken. Maar wat jij zegt, daar wordt wel vaker gefluisterd. Hè? Dus dat het belangen zouden kunnen zijn. Ja, dat heb ik gelezen. KVB is zeer Nike. Koeman is volgens mij Adidas. Dat zou mee kunnen spelen. Denk je dat het zo ver kan gaan, Ruud? Nee. Ik geloof het ook niet. Nee, denk ik niet, nee. Ja, met je dus leest. Dus je over Messi dat ze geprobeerd hebben bij Bayern te slijten. Zo en bij gaat het Chelsea, omdat het Adidas is, maar dat kan ik me niet voorstellen. Waarom niet, Ruud? Ik kan me ook niet voorstellen dat Real Madrid hem laat gaan. Omdat Ronaldo nou Nike is, om hem dan naar Barcelona te laten gaan. Hoezo? Nou, dat zijn wel eens enorme transfers geweest. Ik geloof Kaká van Milaan naar omgekeerd, weet je dat. En door die Adidas en Nike, die kopen al, clubs zijn bezit van die merken. Kijk, Beckham heeft ook altijd... het gaat niet anders dan United, zo. United, bij alle clubs waar Beckham gespeeld heeft, spelen ze ook met Adidas. Met uitzondering van Paris Saint-Germain. Nou ja, maar de hele Amerikaanse league speelt op Nee, maar goed, Beckham ging wel eerst nog even naar Real Madrid. En die deal werd toen ook nog wel even meegenomen natuurlijk. We praten daar ongetwijfeld nog over verder, want dan weten we ook of Hiddink het daadwerkelijk gaat doen. Hè? Want we denken dat allemaal wel, we moeten tot nog heel eventjes die persconferentie afwachten en wie de assistenten worden. Wie is dat? Geen idee. ergens in januari, want volgens mij is Hiddink nu naar Afrika op vakantie. We gaan naar de realiteit van deze week. En als we het over Ronald Koeman hebben, hebben we het over Erwin Koeman. En als we het over Erwin Koeman hebben, of hebben we het over Martin Koeman. Het was een droevige week voor de familie Koeman. Als eerbetoon aan Martin Koeman willen we graag met u een minuut stilstaan bij zijn overlijden. Hij is er wel vanavond, Erwin Koeman, maar kiest na deze moeilijke week begrijpelijkerwijs voor een rol op de achtergrond. In de 12e minuut wordt Martin Koeman hier in de Kuip herdacht. Een prachtig eerbetoon aan Martin Koeman, die van de week op 75-jarige leeftijd overleed. En Klaassen. Bellen. En Boetius. En nog een keer Boetius. En dan heeft ook hij zijn goal te pakken vanavond. Het elftal van Ronald Koeman smeert wat zalf op de wond van de trainer. Het biedt in elk geval met een prima wedstrijd een steuntje in de rug. Een mooie overwinning. De club beschouwt Martin als de geestelijke vader van onze jeugdopleiding. Als eerbetoon aan Martin Koeman vragen wij u nu te gaan staan en 1 minuut lang te applaudisseren voor zijn vele verdiensten voor onze club.
geen minuut stilte, maar een minuut applaudisseren, zoals men het bijvoorbeeld ook in Engeland doet. En een minuut is een minuut. Komen we straks nog op terug. In alle realiteit weer terug naar de voetbal, het voetbal. Feyenoord, de club van Ronald Koeman, begint te imponeren, zo nu en dan. Feyenoord? Nou, die moet meedoen om het kampioenschap. Daar kunnen ze zich niet meer mee verstoppen. Ze staan 3 punten achter nu en op de helft van het seizoen. Ja, dat is een ploeg die thuis bijna niet te verslaan is met die fans. En ze hebben gewoon een goed elftal. Ik bedoel, we kunnen wel continu zeggen het is een jeugdelftal. Maar ze zitten al 3 jaar bij elkaar. Dat is een hele gevaarlijke outsider, hoor. Ik moet zeggen, ik vond ze gisteren echt de eerste 35, 40 minuten... Zit goed in elkaar. Echt heel goed spelen. En het duurde wel lang voordat ze scoorden. Immers had al een paar kansen gemist, maar die maakte uiteindelijk 2 keer... Twee echt uitstekende goals. Maar ze speelden echt... Ik vond ze gisteren voor het eerst echt heel erg goed. Dat ik echt dacht van ja, ik heb lang gedacht dat ze geen kandidaat waren, maar... Ja, gisteren maakten ze echt een uitstekende indruk op mij. Ja, een klein gaatje, hè? 4 punten volgens mij. Ja. Ja, het is indrukwekkend hoe ze spelen. Ze zetten ook constant druk ook op de tegenstander. Ze proberen het initiatief ook constant te houden. Ik denk dat Zwolle gisteren echt de eerste 20, 25 minuten niet van eigen helft is gekomen. Is leuk om te zien. En wat ik ook leuk vind om te zien, die Immers. Ik kan me wel voorstellen, zo'n speler, dat je daar dankbaar voor bent. Want die loopt, die gaat. Ja, loopt te veel. Dat is natuurlijk wel. Maar hij komt elke keer weer op dat plekje terecht waar toch die ballen vallen. Als hij wat koelbloediger is, hè, zoals hij dat gisteren dus wel was... Dan gaat hij nog veel meer goals maken. Hij heeft een 7 mandje liggen. Dus hij zou er nog veel meer kunnen. Maar dat is eigenlijk een beetje het euvel. En daarvoor heeft iedereen zoveel kritiek op hem. Maar hij staat er wel altijd. En dat is een dankbare speler. Hij komt er heel veel. Ik ben er heel blij mee. Ja, hij komt er echt heel veel. Hè? Ja. Hij komt heel vaak in scoringspositie. En inderdaad, dan valt het natuurlijk op dat hij er af en toe een paar mist. Gisteren ook in het begin. Maar die eerste eigenlijk, hè, die bal wil hij breed leggen, krijgt hij terug. En die schiet hij echt met volle overtuiging binnen. Ja. Adriaans heeft een tijd geleden gezegd, die Matthijssen, we moeten hem in de gaten houden op zijn leeftijd. We blijven hem in de gaten houden en hij blijft het nog steeds ontzettend goed doen. Sinds hij er weer in staat, speelt hij goed. Valt niks om af te dingen. Heel rustig. We hebben ook vaak kritiek op hem, maar hij speelt vlekkeloos. Martins Indy, gewoon weer linksback. Geroutineerde jongen, weet wat hij doet. Juiste mentaliteit. Ja, want dat hebben we gezien de laatste keer. Toen wij die kritiek op Matthijs hadden, hadden wij totaal ongelijk? Of was die toen ook een beetje aan het kwakkelen? Vorig jaar speelde hij ook, vond ik ook al een stuk minder. Maar nu is wat jij zegt. Hij speelt nu goed. Ja, hij speelt gewoon uitstekend. En hij provoceert op de juiste momenten. Ja, maar dat moet je wel hebben. Maar dat hoort er ook bij niet. Ik denk dat hij heeft... 75 in het land gespeeld, denk ik. Dus hij weet natuurlijk wel van wanten. Ja. En de vraag is natuurlijk, op zijn positie... zijn er mensen die echt beter zijn dan hem? Op dit moment denk ik niet zo heel veel. Dus Brazilië longt? Nou ja, hij zal ongetwijfeld wel op een lijstje staan. Als je op de middenlijn gaat spelen... dan wordt het net wat ruimte in de rug. Maar als jij gewoon, zoals hij nu met dit elftal speelt... als hij dat wat... niet zoveel ruimte achter zich, dan is het wel. Maar het is leuk überhaupt hoe we de komende maanden gaan praten over kandidaten van Oranje. Ik wil nog even het mannetje met het beugeltje bepraten. Boetius. Moet ik toch ook altijd om lachen. Is toch ook een jongen die aan de deur aan het kloppen is? Niet? Op die plek zijn wel volgens mij wat meer opties voor mensen die wel, denk ik, wel al wat verder zijn. Hoor. Dan denk je bijvoorbeeld aan Depay. Ja, nou ja, maar goed, dat speelt op dit moment Lens. Ja. En als iedereen fit is... Robben kan daar ook spelen. Zou dat misschien liever niet willen. Maar weet je, dan daar is de... Er zijn wat meer mensen... Maar je wilde net nog wat zeggen over... Nou, ik vond het wel leuk omdat... Wat zeg je? Jongen voor de toekomst. Ja, zeker. Omdat Ruud dat zei over... Kijk, we hebben een tijdje geleden een aantal jonge centrale verdedigers genoemd. Bijvoorbeeld bij PSV heb je Bruma en Rekiek. Maar ja, die zijn nog zo jong en dat zakt dan weer terug. Nou, nu zou je helemaal niet meer over die twee praten in Oranje. Nee. En dat over 3 maanden doen we dat waarschijnlijk weer wel. Maar nu, op dit moment, even niet. Maar dat is wel leuk, want dit is voor heel veel spelers een moment om zich te laten zien in die tweede helft. Dat denk je. En daarvoor denk ik dat je... Het niveau van de club zou omhoog moeten gaan. Omdat iedereen wil mee met die WK. Dus iedereen wil zich laten zien. Dus ik ben benieuwd hoe die club zich allemaal gaan herpakken. En hoe ze eruit komen. Ik ben echt benieuwd naar zijn keuze. Ja, maar het zal ook moeilijk worden. Ja, dat is inherent, hè. Nou, maar goed, hij heeft gezegd... Hij heeft geen vastigheden daarin. Naar zijn keuze. Gezegd, hij heeft... We hebben het over Van Gaal, hè? Hij heeft natuurlijk wel gezegd dat hij vanaf maart echt... Ja, als je er vanaf maart bij zit, dan maak je wel een hele goede kans. Maar voor zichzelf zal hij toch wel alles al een beetje op rijtje. Maar als zich spelers gaan melden, dan ga je toch twijfelen. Hij is heel consequent, hoor. Ja, en hij is wel een man die kijkt naar
wie zijn er in vorm en wie zijn er fit, hè? Wie heeft het meeste talent? Boetius, Lens of Depay? Depay. Ja, maar wie, is het, maar, wie, maar wie is het verst? Lens. Maar wie, is, wie geef je het de grootste toekomst? Ja, maar dat is ik vind Depay een geweldig speler. Geweldig talent ook. Wie zie je gaan spelen? Dat maakt er niet uit. Ik denk dat het allemaal... Maar het hangt allemaal van de vorm van het moment af. Zowel Boetius als Depay, die zijn pas 19 jaar. Ja, heel jong. Dat kan je toch niet en Lens 26, die is natuurlijk wel tot vele stappen verder. Ja. We hebben het over het Nederlands zelf. Dan komen we op Louis van Gaal. Gisteren meldden voor het eerst Engelse kranten en media dat Tottenham Hotspur geïnteresseerd zou zijn in Louis van Gaal. Nadat eerder Frank de Boer benaderd zou zijn of een van de kandidaten zou zijn. Zou dan eventueel Van Gaal nu in de picture zijn. Duo-banen, jij hebt er ervaring mee. Is dat wat? Ja, een prachtige club natuurlijk. Traditierijk en een club met heel veel geld. Dat moet ook wel in dat land. Een dubbelbaan zou wel kunnen, maar ik geloof nooit als dat aangeboden wordt bij Louis dat hij dat zou doen. Kijk, hij gaat naar een WK toe. Toen ik het deed, waren er alleen kwalificatiewedstrijden. Dus het was AZ België toen. AZ in België. Maar nu gaat hij naar een toernooi. Die heeft er geen tijd voor om een dubbelbaan te doen. Mm-hmm. Misschien is het goed om even de situatie op een rijtje te zetten. Het werd dus gisteren gemeld. Media nemen dat vanochtend ook weer verder op. Hebben het over Frank de Boer, hebben het over Glenn Hoddle. Die heeft groen hoed en hebben het over Van Gaal. En dan opeens blijkt dat er vanuit Engeland een privévliegtuig opstijgt. Daar zit in Daniel Levy. Die komt aan rond 12 uur op Schiphol-Oost. Wij kunnen dat niet helemaal volgen, maar wat doen we? We zetten iemand voor de deur in Noordwijk om te kijken of we Levy zien. Die hebben we niet gezien, maar die is er wel de hele middag geweest. Alhoewel Louis van Gaal daar wat schimmig over doet. Mag ik wel vragen? Wat is de reden van uw komst? Wij dachten dat de heer Levy van Tottenham eventueel bij u de wedstrijd had gekeken. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Is er enige interesse vanuit Tottenham, voor zover u weet? Nou, daar ga ik allemaal niet op in. Dat doe ik nooit. Dus ja, ik snap niet waarom u hier komt. We hadden gehoord dat er eventuele interesse vanuit Tottenham was. Volgens mij berichten de Engelse media daar vanochtend ook mee. Maar ik heb ook gelezen dat Frank de Boer in de picture was en Hiddink in de picture. Dat doen alle makelaars, die zeggen dat. Vinden ze interessant. Maar of het werkelijk zo is, ja, dat weten we nooit. Er speelt in ieder geval niks, voor zover u nu kunt vertellen. Ja, daar gaat het dus niet om. Want ik geef nooit commentaar op de aanbiedingen die ik krijg. En dat wil ik graag zo houden. Nou, wij dachten dat er nieuws was, dus we probeerden het na te trekken. Maar we weten bij deze dat er niet speelde, dus vandaar. Zo belangrijk is dat toch niet? Nou ja, wij vinden het wel interessant. Als u trainer van Tottenham zou worden, zouden wij dat toch wel groot nieuws vinden? Nou ja, ik heb gezegd dat ik in de Premier League wilde gaan werken. Dus de kans is groot. Maar dan nog, er is een tijd wanneer dat bekendgemaakt zou kunnen worden en niet. En er is altijd in de voetbalwereld een tijd dat voorbereid moet worden. Dus dan is er geen plaats voor de media. En jullie willen dat toch doen. En dat vind ik vreemd. Want volgens mij is er ook enige privacy. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar het voetbalweekend is afgelopen, dus we willen allemaal... We hebben al 2 weken om ons te verlekkeren over Oranje. Dus al het nieuws daaromtrent zouden wij interessant vinden. Dat heeft niets met Tottenham te maken. Nee, maar misschien zou u een duo-baan kunnen beginnen bijvoorbeeld. Nou, iedereen die mij kent weet dat ik dat niet doe. Dus dat is zeker niet het geval. Nou ja, de excuses nogmaals dat we... dat we u zondagavond hebben verstoord, maar ik hoop dat u toch alsnog een prettige kerstvakantie heeft. Startig, volgens mij. Ik wens jullie een prettige avond. Dag. Onze redacteur Johan van der Ploeg die heeft daar een tijdje gestaan in Noordwijk. En uiteindelijk kreeg hij toch, vind ik, een hele spontane verhaal voor de camera. Die in ieder geval beaamt wat jij zegt. Een duurbaan, daar is geen sprake van. Dat hij gesproken heeft met Levy wil hij niet zeggen. We hebben hem net ook nog gebeld en gezegd, ik wil er verder niets over kwijt. Mm. Maar we weten dat het gewoon gebeurd is. Spurs en Van Gaal zou na dit seizoen een mooi huwelijk kunnen zijn. Ja, maar ik weet niet of hij nog geld krijgt om wat te spenderen. Ze hebben 100 miljoen gekregen voor Bale. Dat hebben ze gespendeerd. Dat heeft Villas-Boas niet goed gedaan.
Dus of hij nu nog wat kan doen, dat betwijfel ik. Dan zal hij het moeten doen met de spelers die hij heeft. Is niet zo slecht. Ik denk niet dat hij een slecht elftal heeft. 6,8 op maar ik denk dat ze anders zouden moeten gaan spelen. En ja, dat zou nog een tijdje duren om dat erin te krijgen. En de Premier League is toch een heel ander verhaal. Wij willen altijd onze pasing. Dus het gaat er volop. Dus ik ben wel benieuwd, als hij daar zou zijn, zou ik het wel volgen. Want Wenger heeft toch ook zijn eigen stijl? Ja. Dat kan, dus kan wel. Maar weet je, Tottenham is wel altijd een voetballende club. En daar hebben ze heel lang gezwalkt tussen toch een beetje angstig voetbal. Dus in principe om een Nederlander aan te stellen als trainer, dat zou ik wel heel leuk vinden. Arsenal, ja, tuurlijk, fantastisch. Zou ik het leuk vinden. Maar Arsenal stelde ook Wenger aan toen hij totaal onbekend was. Hij kwam uit Japan, geloof ik, toen. Ja. Nu Tottenham ook. Je ziet weer dezelfde ouderwetse reflex. Een beroemde trainer, Van Gaal. Dat is nu een man zit daar op de bank, Sherwood. Geweldige speler geweest. Ja, bij Blackburn Rovers en kampioen van Engeland. En bij Tottenham Hotspur, schitterende voetballer. En ik heb hem een paar keer gehoord. Goeie manager lijkt me dat. Ja, nou, eerste, mag ik wat zeggen? Ja, zeg het, Ruud. Ik toen... Ik wil even over zeggen. Ja. Want toen Redknapp nog coach was en Jamie Redknapp, zijn zoon, is een hele goede vriend van mij. Ja. Nou, die hebben toen aan mij gevraagd van de Vaart is een goede speler. Moet je doen. Was net voor de deadline, 11:30 gebeld moet doen. Nou, dat hebben ze gedaan. Toen heb ik tegen ze ook gezegd, neem Suarez. Nou, zijn ze gaan kijken daarna. Toen is Chillingham ook, heb ik ook gezien, samen met Ferdinand. Die gingen mij allemaal vragen stellen over hem. Ik zeg, nou, die moet je gewoon nemen, blindelings nemen. Ja, we weten het niet helemaal, terwijl ze hem bekeken hebben. Dat vind ik dan ook een fout. Dat heeft maar jij hebt het over Sherwood, maar hij heeft het over Sherwood. Ja, maar Sherwood, sorry. Sherwood. Omdat Ferdinand en Sherwood zijn assistenten ook scouts. Nog steeds, hè? Zijn ook scouts, hè? Nog steeds. Ja, ja. En daarna hebben ze tegen me gezegd, ja, we hebben toch wel een foutje gemaakt. Een klein foutje. Dus ik vind het wel leuk dat ze het wel weer doen. Want in Engeland is het ook zo dat iedereen eigenlijk toch ook wel weer terug wil naar die Engelse coaches. Ja, omdat ze het gevoel hebben dat alles te veel bepaald wordt door maar Van Gaal kan overal zijn stempel op een elftal drukken. Dat is geen twijfel. Lijkt me een geweldige combinatie. En het is veel leuker voor ons, Louis Van Gaal, dan Sherwood. Dat weet ik ook wel. Tuurlijk. Maar luister, als klopt wat Ruud zegt, dat ze geen extra geld meer zouden hebben, dan is hij natuurlijk bij uitstek de goede trainer die van een bestaande spelersgroep een betere elftal gaat maken. Daar is hij natuurlijk de beste in. En hij heeft dan in ieder geval de tijd, ondanks het feit dat hij daar nog niet zou gaan werken, om in een half jaar de boel zo op te lijnen dat als hij na het WK daar komt, dat hij precies weet hoe of wat. En zij ook. Ja, ik vond het overigens wel leuk aan dat interview dat hij in het begin, dat je denkt van hij gaat gewoon helemaal niks zeggen, maar uiteindelijk wil hij eigenlijk toch wel zeggen dat hij een ander geweest is. Zo'n prachtig gesprek. Ja, mooi, die twee beschaafde mensen. Ja, ja dat geweldig. Ja, dat deed het fantastisch. Ik moet zeggen, Louis ook. Allebei, dus wordt vervolgd wat dat betreft. Goed, we gaan naar het voetbal van dit weekend in het voetbaloverzicht. Ja, het is bijna kerst. Dus speciaal voor alle Rotterdamse kijkers. Nog een kerstgoed uit Engeland. Hey, Jonky Detti. We laten hem even warm draaien. Kijken we ondertussen even naar de verliezers van dit weekend. Want zo'n laatste wedstrijd neem je toch mee de kerst in. Nou, mijn gevoel op dit moment is niet leuk natuurlijk. Niet zo'n goed humeur. Ik vond het verschrikkelijk. Je ziet eigenlijk dat ze zoiets hebben van laat het alsjeblieft voorbij zijn. Ja, zo dacht ik ook. En in de rust was ik echt boos. Donderspitsjes die zijn alleen nodig als mensen hun best niet doen. Je brengt nog een spits in, maar je kan eigenlijk beter een verdediger inbrengen. Want als alles zo tegen zit, dan kun je het niet meer repareren. Het worden wel donkere dagen, maar ik hoop dat de kerst niet al te donker wordt. Het was geen hele goede wedstrijd. Dat is een understatement, want het was echt niet om aan te zien. Maar Hadouier is de enige van deze mannen die wel gewoon wint. Van Cambuur. En na afloop werd er door NAC hard gevochten voor een plekje in het 3FM-bad. En met een nat pak geef je natuurlijk een juist knuffel. Het is tenslotte bijna kerst. Toch, John? Last Christmas I gave you my heart. Wat er ook werd weggegeven waren de 3 punten in Kerkrade. De 17-jarige linksback Jairo Riedewald maakt vlak voor tijd zijn eredivisiedebuut. En buigt in zijn eentje een 1-0 achterstand om in een 2-1 overwinning. Hij maakt er 2! Jairo Riedewald. Hoe is het echt? Hoe is het mogelijk? This year, to save me from tears. I'll give it to someone special.
Hij ziet Denswell, geeft zijn shirt ook aan Someone Special. Maar wie dat nou precies is, dat moeten ze eerst nog even uitvechten. This is like a love story, you know? They both know that they love each other, but they can't tell anyone. It's big. Vitesse-coach Peter Bos had het zwaar. Op bezoek bij zijn oude liefde Heracles. De wedstrijd sloeg ineens op. En daarom veranderde de 2-0 voorsprong van Vitesse in een 2-2 gelijkspel. De koploper verliest dus dure punten. Maar hoe kan dat nou? Omdat we niet meer voetbalden. Nee, we hebben gewoon niet gevoetbald. We hebben gewoon niet meer de intentie gehad om te voetballen. Goed, de tweede helft hebben wij dus gewoon niet meer gevoetbald. De teksten zijn dus net zo slap als het voetbal. Heracles won nog trouwens bijna in de slotminuut. Dat ziet er zo uit. Kijk, kijk. De tijd vliegt in dit voetbaloverzicht. De adelaar van Go Eagles trouwens ook. Hij maakt zich zorgen om een nieuwe sponsor die vlak voor de kerst werd binnengehaald. En gek is op gevogelte. Hij gaat vandoor. Maar gelukkig hebben ze voor dit probleem in Deventer ook een sponsor. Ja, de kerstgedachte. Iedereen komt in deze uitzending aan bod. En in dit voetbaloverzicht dus nog even zeggen dat de Eagles knap wonnen van Utrecht. RKC gelijk speelde tegen Twente. Heerenveen uithaalde bij AZ. En PSV won van ADO. Snel, snel, snel. Want we geven de laatste tijd van dit jaar graag aan de mooiste goal van dit weekend. Prachtig gedaan en wat een goal. Wat een goal van De Leeuw. Hoe doe je het zo? Een wondergoal van Michael De Leeuw. Ik wens u alle fijne kerstdagen. En jij natuurlijk ook, John. All about the love, baby. Yeah. Zin om een doelpunt. Ja, het voetbaloverzicht, u hoorde Ronald van der Geert, werd gemaakt door Sjoerd van Ramshorst. Mooi om te zien. Guidetti, overigens, wordt overal aangeboden. Komt niet aan de bak, speelt bij een tweede van Manchester City. Hoe staat dat nou al? Ja, ik hè. Toch kon hij wel aardig voetballen. Als je deze video ziet, zou ik hem meteen... Ja, maar hij zei, hij kan niet zingen. Heb jij jouw single nog wel eens terug? Oh, hey, top 10, hè? Ja, sorry. Ja, het was een gekke tijd. Ik kan niet zingen. Het was een gekke tijd. En toen stonden er volgens mij wel een paar prijzen op zijn erelijst. Ja, dat wel, dat wel. Michael De Leeuw, aardige goal, hè? Ik vind ook een goede speler. Ja. Ik heb nooit begrepen dat hij niet speelde. Zijn beweging bij de eerste goal die was ook niet mis, hè? Nee. Eerst nog even deze. Ja, die was helemaal een geweldige. Een bewustie of een lucky? Hij danst. Nou, 75% bewust. Ja? Ja. Zij ja, hij probeert hem toch een beetje in het doel te vormen. Ja, mooi. Ik vind het doelpunt van het jaar, dit. Ja. Nog even. Even wachten, oké. Ja, schitterend. En jij wilde die eerste ook nog zien? Nou, het viel mij gewoon op dat hij bij de eerste goal... Hoe die wegdraaide, dat is echt... Het is een goede speler, hè? Het is echt gewoon een hele goede speler. Want ik zeg net, het verbaast me. Kijk wat hij hier doet. Kijk eens. Twee mensen lopen gewoon helemaal de andere kant op. Hij heeft het bij de Graafschap bijvoorbeeld ook heel goed gedaan. Kijk eens die twee verdedigers. Kijk eens. Die brand misschien zijn handen mogen uitsteken. Ja, dat de Shadows ook meedoen vanavond. Zo te horen. Komt het een leven van tafel? Ja, de rest weet het niet. De rest weet het niet. Ronald haakt af. Maar ja, Ronald weet het wel hoor. Ja. AZ Heerenveen 1-5. Wil je erover hebben? Dat was ook net geweest. Hoe kan dat? Ja. Dan moet ik allerlei excuses op gaan noemen. Nee, maar... Het zat er helemaal niet in, gisteravond. Nee. Maar moe? De speler klaagde er wel over. Maar nogmaals, ze waren 2 dagen rust. Dan moet ik wel zeggen, het grootste gedeelte van die groep... zijn 14, 15 spelers waaruit je kiest. Ja, die hebben 2 maanden tijd 16 wedstrijden gespeeld. Dus dat is toch redelijk veel. En heb jij ze uit? Nee, op de training niet. Nee, dat maar zeker mentaal niet. Dan wel? Ja, dat weet ik niet. Ja. Dat zouden die spelers moeten zeggen. Als dat zo zou zijn, dan zou het slecht zijn. Is een uitknijpertje? Ja, absoluut. Ja, hij is wel veel eisend. Maar... Ja? Maar te veel eisend? Nee, zeker niet te. Ik spreek uit eigen ervaring. Het is weliswaar een tijdje geleden. Maar nee, zeker niet te. Zeker niet. Ik heb me maar te kort meegemaakt. Maar als je... We hebben het straks nog even over. Nee, even serieus. Dit is wel een... Jij wordt binnengehaald. Het begint dan met 3 overwinningen. Iedereen zegt, ja, dat komt... Dat je losse, vrijere hand, die spelers. Maar nu zijn er 4 wedstrijden verloren. Waar ligt dat aan? Ja, ik denk toch dat komt dat... kijk, ja, hoe slecht gaat het met AZ? We zijn ongeslagen in de Europa League...
We zitten bij de laatste acht voor de beker. Je wilt toch niet zeggen dat 4 wedstrijden verliezen top is? Nee, nee, dat is heel slecht. Maar 1 wedstrijd meer winnen en we staan op de 5e plaats. Ja, maar dit is een reeks die nee, slecht. Die duidt op een zeker structurele fout. Ja. Nou, waar zit hem die dan? We hebben te weinig spelers die kunnen scoren. We hebben eigenlijk 1 spits die scoort en voor de rest scoort er niemand. Dus te weinig mensen die kwaliteit hebben. En de laatste 4 wedstrijden, ja, het was bijna niet om aan te zien. Nou, het gekke is, die omschakeling is zo gek. Want je komt en jullie staan opeens op die wedstrijden, 9 wedstrijden, 603 gelijk. Ja. En daarna ging een ene keer de klat erin. Dus eigenlijk komt de Europa League niet goed uit. Het is te veel. Ik vind het te veel. Maar ja, dat ga je niet zeggen. Want je wil natuurlijk voor de jongens... Het zijn natuurlijk geweldige wedstrijden om daar te spelen. Maar de selectie is te smal om op 3 fronten mee te doen? Ja. Kunnen jullie wat doen? Nee. Een club als AZ is gewoon ook een opleider. Dat is ook duidelijk. Die probeert gewoon jonge spelers te halen. Ze op te leiden en dan te verkopen. Maar het is een club waar je heel plezierig kan werken. En dat is ook de reden waarvoor ik het gedaan heb. Want je vindt het nog steeds hartstikke leuk. Ja, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ja. Maar verliezen vind je verschrikkelijk. Ja, maar ja, dat is toch ook inherent als niet 4 wedstrijden achter elkaar. Want dat heb ik niet zo vaak meegemaakt. Maar ja, dan moet je toch accepteren hoe moeilijk het ook is. Dan kan ik wel gaan schelden. En dat heb ik ook natuurlijk wel eens een keer gedaan. Maar op een gegeven moment houdt het op. Nee, maar als je te gelaten wordt, gaat het niet goed meer met je. Ik vond het gisteren na de wedstrijd ook altijd weinig zin om die jongens... wat ik het liefste wel ze doen, om ze nog te vertellen van... Dus ik was heel netjes en aardig tegen ze. Vertel eens, hoe was het met hem? Nou, wat ik altijd, wat mij nog altijd bijstond van vroeger, is dat als je voor stond in de rust, dan ging hij vaak tekeer. En dan stond je keer achter en dan ging je zitten. En dan ging hij heel rustig vertellen wat je moest doen de tweede helft. Dat staat mij nog steeds heel erg bij. Dat contrast was vaak heel erg groot. In die tijd werd er zelfs door een niet nader te noemen linksbeek, die was onze aanvoerder, altijd de eerste kant van de andere kant gekozen, zodat hij niet in de eerste helft naar hem hoefde te luisteren. En in de tweede helft stonden we dan meestal wel voor en dan Achternummer. Was het de man zonder schouders? Ja, man zonder schouders, ja. Achternummer was dat. Die koos echt opzettelijk de andere kant, bewust de andere kant, zodat hij de eerste helft niet naar hem hoefde te luisteren, ja, zo dichtbij. Want dan stonden we de tweede helft meestal wel voor en dan dat riep hij niet meer zoveel. Maar het contrast vond ik vaak leuk. Ik moet zeggen, ik herkende het wel een beetje, dat hij zei daar straks ook al van... Ja, gisteren heb ik na de wedstrijd eigenlijk niks meer gezegd, want dat kan ik me wel van hem voorstellen. Dat als je zo zou verliezen, dat hij dan gewoon... Ja, maar wat hij eigenlijk zegt, is dat hij vrij machteloos is. Ja, nou ja, goed, zo voelt hij dat ook. Dat is ook zo. Constateer ik dat juist. Ik probeer altijd te achterhalen waar de invloed van een trainer werkelijk ertoe doet. En ik dacht even, toen jij daar kwam, vrijere hand. Oké, zit nou, vrije hand is natuurlijk niet waar. Nou ja, iets met die buitenspelers. Dat bedoel ik. Tactisch. Jan, leek het een beetje Michos Kovac? Nou ja, precies. Dat was op het goede moment, Jack. Die Kovac was een wereld. Nou, maar omdat je toch... Nee. Ja, jawel. Nee, jawel. Jij kan dus Kovac zijn. Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar het verschil tussen Dikke en Kovac of zo, dat de Ajax had toen verreweg het beste elftal ter wereld. Met Cruijff, Keizer en... Maar dit is dus misschien een vrij matig elftal. En die lof die jij kreeg in het begin... Die poogde ik te geloven, maar die blijkt dus ook vrij betrekkelijk te zijn. Ik vind het gewoon een heel leuk elftal om mee te werken. En wat ik zei, op een gegeven moment stonden we eerste. Ja. Toen gingen ze roepen om het kampioenschap. Ja. Ja. Ik zei, wij zijn voor 6, 7, 8, 9. En als we een echt goed seizoen, misschien kunnen we 5e worden. Als zij dan ook nog een speler kunnen verkopen, is het voor die club geweldig. Dus eigenlijk rust komt eigenlijk wel goed uit. De rust. Nu. Ja, ze konden echt niet meer. Echt waar. Anders ga je niet... Waar ga je trainingskamp? Waarheen? Ja, Spanje. Okay. Spanje. Nee, dus dat is gewoon leuk. En dat is een ploeg die graag wil. Want anders had ik wel wat te zeggen. Het is niet een ploeg die niet wil. Nee. Ze trainen hard, ze doen de best. Maar op een gegeven moment is de limit bereikt. Zo moet je het ook zien. Kan in een jaar heel veel gebeuren. Want verleden jaar was de situatie heel anders voor jou. Stond bovenaan. Je stond met PSV gewoon bovenaan. Niks aan de hand. PSV had 40 punten. Had geweldig veel goals. Misschien kunnen we even laten zien het verschil tussen PSV van Advocaat en Cocu. Na 18 wedstrijden. Eerste plaats 40 punten. 60 voor, 18 tegen. Cocu, 7e plaats. 18 wedstrijden. 26 punten. Doelsaldo 35 voor, 25 tegen goals. Ja, dan denk je eigenlijk wat een idiote situatie zoals het gelopen is. Want
als je dit zo ziet, jullie waren met een fantastische reeks bezig. Nou, we stonden drie punten voor. En gelijk met... En toch had ik... Je stond gelijk? Ja, met iemand. Ik weet niet. Twente? Denk ik? Weet ik niet. Ook dat de drie punten. Stonden we gelijk? Ja, volgens mij 2-40, 2-37. Oh, dat zou kunnen. Ja, ik vond dat we een keeper nodig hadden en een voorstopper. En ja, ze zeiden, dat gaan we doen. Maar ze deden het niet. Ze deden het niet. Is er veel veranderd dan bij PSV? Nou, nu wel natuurlijk. Moet je horen. Ik had toen ook al tegen die raad van commissarissen gezegd, lopen 5 spelers in die geld op gaan leveren. En ze hebben 5 spelers weggebracht voor 44 miljoen euro. Als je dan geen risico durft te nemen voor 1 miljoen, 1,5 miljoen om 2 spelers te huren, dan zeg ik, ja, dat is heel kortzichtig. Het was vanmiddag wel mooi, want ik zag vanmiddag Studio Sport en ik zag Joep Schreuder, onder meer met jou, maar ook met Harry van Rij. En Van Rij zei op een gegeven moment op de vraag van Joep Schreuder, Tini Sanders gaat nu zelf eigenlijk bekijken of hij na 4 jaar door wil gaan. Waarop Van Rij zei, nou ja, als hij denkt dat dat kan, dan is het aan hem om het te doen. Maar op de typische Harry van Rij-achtige Erik van Muiswinkeltoon zei hij, ik denk niet dat hij dat kan. Dat blijft toch nog steeds doorcijpelen. Ja, maar goed. Kijk, de meneer van Rij mag daar zijn mening over hebben. En die heb ik ook. Ik denk dat de afgelopen tijd bewezen is dat meneer Sanders in elk geval bewezen heeft voor de korte termijn van die club heel veel betekend te hebben. Zeker. Maar ik vraag me inderdaad wel af of hij de juiste persoon is om voor de lange termijn die club weer de goede kant op te... Waarom? Ja, gewoon omdat iemand die voor de korte termijn heel goed is en saneert en mensen... Ja, misschien uit hoofden van zijn functie schoffeert. Ja, of die dan op de lange termijn, zeker bij zo'n specifieke club als PSV, waarin termen als warmte en verbinding en dat soort termen toch wel heel belangrijk zijn. Ik denk dat hij daar gewoon niet de geschikte persoon voor is. Wat je net zei, van mist hij bij zeg maar de leiding van het durven? Gewoon het risico tussen aanhalingstekens durven nemen? Ik had echt het idee dat ze een beetje onder curatele stonden van die raad van commissarissen. Dat had ik echt het idee. Ik ben er ook een keer geweest. Daar heb ik uitgelegd waarom we iets nodig hadden. We zouden het een half jaar aankijken. Ik heb zelf nog tegen Faber gezegd van jongens, als we aan het einde van het jaar, de eerste half er goed bij staan, en we kunnen 2 spelers halen. De tweede helft slaan we onze slag. En het gebeurde andersom. Doordat je geen keeper had. Ja, wel. Dan moet je toch meer met een vuist op tafel slaan. Nou, ja. Beetje ja. Slap. Ja, is ook slap. Ja, je bent de grote dikke advocaat. Dan had ik weg moeten lopen. Heb je niet met je vuist op tafel geslaan? Nee. Gek. Nee. Omdat ze tegen mij zeiden, die keeper komt er en die verdediger komt er. En je kreeg Hiljemark. Ja. Is nu aanvoerder. Zie je wat er kan veranderen? Die Hiljemark is een goede aankoop voor die prijs. Maar die had ik toen niet nodig. Nee. En dat heb ik ook gezegd. En toch denk ik dat de PSV er nog aankomt in het tweede seizoen. Ja, kijk. Ik ook. Ik heb vanmiddag gekeken. Ik wil je vragen of ik gelijk heb gehad. Bij Tenbet. Daar heb ik 1.000 euro gestoord. Op een kampioenschap van PSV. Ja. 34-1. Oh, dat is ook. Maar 11 puntjes, dat is... Ja, ik ga 340.000 euro op het eind van het seizoen. Ajax heeft het 3 keer gedaan, hè? 34 tegen 1. Op 1000 inzetten krijg je 340.000? Dat denk ik niet. Ik denk 34.000. Dat denk ik zomaar. Nou. Ja. Nee. Jij moet het huis in Spanje nu afzeggen. Verrek, je hebt gelijk. Ja. God. Ik dacht dat... Ik heb toch geen 10.000 gestort? Oh, dat weet ik niet. Prima. Maar PSV komt op zijn van maandag. Nou ja, ik hoop dat PSV er komt. Ja. Dat hoop ik wel. Die komen er ook, dus ze hebben te veel kwaliteit. Dat elftal heeft gewoon... Maar hoe zit dat in, dat elftal? Ja, als straks Wijnaldum terugkomt, ze hebben echt een uitstekende voerder. Ze hebben een goed middenveld en een degelijke achterhoede. Dat elftal moet een keer gaan komen. Ja. Dat kan toch niet wegblijven? Ze moeten het vertrouwen terugkrijgen. Dat, ja, dat was vorige week een beetje terug. Vandaag was het weer net niet. De tweede helft was echt hemelterig. Er zit zoveel angst. Verkramping. Zelfs vandaag. Ik hoorde onze collega's
vertellen dat je in de tweede helft aan klantenbinding had kunnen doen. En dat als je zo'n jong elftal hebt, dat die jongens eigenlijk net het plezier moeten uitstralen wat je graag wil zien. En dat blijkt nu bijna. Maar misschien lopen die ook wel op hun laatste benen. Die hebben ook een zwaar seizoen. Ja, in ieder geval. Ja, goed, het is mentaal natuurlijk voor die jonge jongens wel ook allemaal heel zwaar geweest. Dat is duidelijk. Dat is ja. Absoluut. Maar ik hoorde net mensen zeggen van over kampioen worden in 11 punten. Dat heeft Ajax dan weliswaar gedaan, maar het zijn nu wel 2 ploegen. Nou ja, kijk maar, dit is de stand, hè? Want het is niet maar 1 ploeg die ze moeten afhalen. Ja, dat bedoel ik even. Dit is het, hè? Kijk eens, als je naar plaats 4 kijkt, dat zijn al 7 punten. Ja, ik hoop voor jou dat het kan. Ja, en ik hoop voor jou ook niet dat je 10 mil hebt ingelegd. Maar de eerste wedstrijd is bepalend. Ajax-PSV meteen, 19. Dan weet je het gelijk. Ja, dan... Die verlies is voorbij. Als je eerste wedstrijd na de winterstop, eventueel in Amsterdam niet wint, dan is eigenlijk een jaar verloren. Jij bent er nooit verloren in Amsterdam volgens mij. Ja, maar dat is wel heel lang geleden. Ja, maar misschien dat ze nog dat wat oude beelden hebben in zwart-wit. Ik denk dat de trainer dan nog wel iets van weet. Maar... Rode Ajax 1-2, dat zag er tot de 90e minuut niet naar uit. Nee. Ongelooflijk. Maar het is geen geluk. Nee. Nee, hè? Nee. Maar weet je wel, ik zag het mooi zo aan de afloop. Als jij constant op de helft van de tegenstander speelt... en als je ziet hoeveel mensen zij constant in het strafgebied hebben... Nou, dan kan er wel eens eentje in gaan. En wat me opviel, was dat ze na 2-1 het nog steeds bleven doen. Dus niet... Dus, als jij zoveel mensen en je drukt steeds... en je bent steeds bezig om aan te vallen... Ja, dan gaat hij er op een gegeven moment toch een keertje in. En ook de angst ook bij Roda. Ja, het zeg ik. Maar die kregen bij 1-0 ook nog wel een aantal kansen. Ja, maar dat is het risico die zij ook nemen. Het risico die ze dan. Dan missen ze net de echte kwaliteit. Maar ik vind geen geluk. Nee, want Moisander was leuk na afloop. Dat is nee, natuurlijk, wij wisten na 85 minuten dat het weer ging gebeuren. Die stralen zoveel overtuiging uit. Ja, en dat zit in dat elftal. Maar ze brengen dus ook in zo'n late fase van zo'n wedstrijd... ook nog bij die tweede goal bijvoorbeeld, die kopt Veldman door. Geweldig. Dat is wel een stilstaande fase. Veldman was meer maar was goed. Bij de eerste goal komt de voorzet van de rechtsbeek. Die wordt dan door Hoessen verlengd en de linksbeek schiet hem binnen. Ja, dat is precies wat Ruud zegt. Als jij maar blijft komen... Natuurlijk, je loopt het risico dat als je een keer in de mes loopt, maar anders is inderdaad geen toeval. 17 jaar en 104 dagen. Ja. Hij komt erin op een gegeven moment. Paulsen gaat eruit, Blind mag weer naar het middenveld. En dan komt hij opeens die Riedewald. Het blijft toch iets vreemds bij Ajax, hè, vaak. Alhoewel we natuurlijk bij PSV ook recent ook hebben gezien en bij Feyenoord ook wel. Maar Ajax heeft dat door de jaren heen wel heel erg. Maar het begint al, hoe kan die Hoessen nou een voorzet daar geven? Met zijn rug naar de goal. Ja, maar wat dacht je hier van Pepe? Ja, als het 2 meter maar het gaat erom dat ze... Kijk, ze hebben natuurlijk altijd spelers met kwaliteit. Die hebben ze altijd. Dat selecteren ze op. Altijd. Hè? Want ik zie dat bij de jeugd. Mijn zoon speelt ook dan tegen Ajax. En dan zitten bij AFC zitten er 4. 5 goede spelers. En bij Ajax zitten er 11. En dan zitten er nog 4 op de bank. En aan de tweede helft verlies je zo'n wedstrijd. Altijd op die kwaliteit. En dat zie je hier ook. En dat is... Hij stond elke keer op de goede plek. En dat is goed. En nou moeten ze die jongen weer heel rustig houden. Ja, ja, ja. Ja, want het schijnt wel een mannetje te zijn. Dat zijn er allemaal mannetjes. Ja. Geweldig. Kijk, hoor, die blauwe kopie. Ja. Het is wel leuk. Ajax, de historie. We hebben er zomaar een paar uit het archief gepakt. 1964, Johan Cruijff debuteert, GVAV uit. Overigens, in die wedstrijd speelt ook deze week overleden Martin Koeman. We hebben daar geen beeld van dat doelpunt van Cruijff. Maar wel van zomaar een paar debutanten bij Ajax in de competitie... die dan meteen in de eerste wedstrijd tot scoren kwamen. Dan blijkt hoe royaal Ajax in de talenten zit. Dit is Van Basten die voor 3-0 zorgt. Viel in voor Cruijff. Die nummer 11, dat is Brian Roy, een 17-jarige HAVO-scholier. Hij maakt dus vandaag zijn debuut. En ik voorspel nu al dat hij zal uitgroeien tot de lieveling van het Amsterdamse publiek. Van Schip, handig. Brian Roy, ja. Nu schuiten, goal! Brian Roy, een beauty! Schitterend werk van Brian Roy. Verlaat mee. Abma. Ja. Via de eerste treffer van de Boer. Blind. En dit is een hele knappe bal van Blind. Op Overmars geeft die bal goed voor. En Kluivert gaat scoren, denk ik. Ja! Patrick Kluivert. Het jonge Ajax-talent scoort. 10 minuten voor tijd is hier het debuut van Davy Klaassen in de Eredivisie voor Ajax. Klaassen, eerste actie. Stuurt Eriksen weg. Eriksen passeert heel makkelijk binnen door. Geeft terug op Klaassen. Wat een debuut zou dit zijn! In de Ajax-traditie. Debuteren en scoren. Davy Klaassen doet het.
Van Rijn. Wachten op de voorzet. Laag. Hoese wil schieten. En dan zit hij er wel in. Het is Riedewald. Het is die debutant die de 1-1 maakt. Het zijn van die sprookjes die vaker in Ajax-shirts zijn voorgekomen. Ja, van de debutanten mooie beelden gaan we terug eigenlijk in de realiteit weer. We gaan ook een beetje terug in de tijd. We hebben straks die geweldige mooie minuut gehad in Euroborg. We hebben een tijd geleden hadden we ook een minuut. Maar die minuut werd geen minuut. Laten we nog even teruggaan naar de situatie daar in bij die loting van het WK. Minuto de silencio. And now let's celebrate humanity, let's celebrate Mandela, but let's celebrate football. Applaud, please. Thank you. Waar was jij op dat moment, Ruud? Waar kijk je dit? Ik keek net naar mijn toekomstige assistent. Hij gaat nu beginnen. Gaat jouw gouden bal uitreiken? Ja, daar keek ik even naar. Ja. Maar die 11 seconden? Ja, het was een beetje, je zag de mensen ook reageren. Een beetje van, het is wel heel snel. Ja, het was een vreemd moment, ja. Ja. Opmerkelijk. Misschien is het wel aardig om ook even Maaike van Praag aan het woord te laten. Die iets zei over deze meneer Blatter. Ik moet helaas constateren dat als het gaat om het publieke optreden van Sepp Blatter, dat vaak, ik heb het woord potsierlijk, is mij in de mond gelegd, heb ik zo niet gebruikt. Maar dat het wel eens een keer heel raar is en soms ook niet meer kan, vind ik. He, die 11 seconden stilte voor Mandela, daarmee schoffeer je heel Afrika. En ik vind als je voorzitter van zo'n organisatie bent, dan hoor je dat soort dingen niet te doen. Ja, niks aan toe te voegen, nee, maar wie doet er iets aan? Nee. Is zo machtig. Ja, ik bedoel, het blijft, we roepen het al jaren, maar... Nee, absoluut. Straks hebben we het over de ervaring die jij had met Dick Advocaat. Toen zei jij, ik heb hem niet zo lang meegemaakt. Vertel eens, dat was in 94, hè? Hebben jullie ooit wel eens aan de tafel al gezeten? Hoe vaak heb je dan? Ja, nee, maar het is... Ja, je valt steeds ja, terug. Ja, maar het is... Maar, nee, even in de kerstgedachte nog. Nee, wij gaan gewoon goed met elkaar om. Maar je hebt hem eigenlijk... Maar je hebt hem nooit meegemaakt? Of heel kort? Een paar kwalificatiewedstrijden. Ja, en de reeks naartoe. En de KNVB. Ik ben nog een keer naar Milaan geweest. We zijn naar Milaan geweest. Toen heeft hij me opgehaald van het vliegveld. Dus VW. Ja. Is appartement geweest. Ja, zo was onze wouding. Ja, ik wil toch nog even terug aan de tijd. Al is het alleen maar om te zien hoe jullie toen uitzagen. Nou, wat ik had elkaar wel de reden verteld. Nee, ik heb de reden ook niet met het oog ook op de WK. Heb ik hem de reden niet opgegeven, maar ik denk, ik ben wel afgesproken dat ik hem, dat ik het na de WK het hem wel zou uitleggen. Die verklaring is nu gekomen en in alle eerlijkheid, ik denk dat we de ware reden nog steeds niet weten, want dit kan het niet geweest zijn. Het zou gaan om het spelsysteem of wat dan ook, 4-4-2 of 4-3-3. Te aanvallend. Te aanvallend. Maar het mooie is dat jullie, terwijl jullie naar zitten kijken, nu 19 jaar na datum, allebei zeggen, ik heb het fout gedaan. Ja, toen. We hebben het alweer fout gedaan. Ja. Ik had s'avonds, Ruud belde s'avonds al op, dus ik wist wat er ging gebeuren. Voor de volgende, hij zegt, morgenochtend ga ik een persconferentie geven en ik ga nu mee. En toen had ik in mijn auto moeten stappen. Maar dat is toch de onervarenheid van mij die ik toen nog had. Ik was, ja... Hoe oud was ik? Ik was nog vrij jong. Maar is het onervarenheid of was het trots? Ik denk onervarenheid. Ja, ik denk dat als ik naar hem toe had gegaan, zoals ik ben, zoals hij is, en we hadden met elkaar gesproken, dat hij meegegaan. Als dat de reden is geweest. Dat wordt nog steeds betwijfeld. Is dat nou daadwerkelijk alleen maar dat aanvallende door? Ja, want nee, hij veranderde het op een gegeven moment ook. Tijdens de WK veranderde hij het, want het ging niet zo lekker op een gegeven moment. Want het was nogal bloedheet. Ja, kun je wel zeggen. Ja, en toen veranderde hij het. En toen was het bijna te laat. Hij heeft zich nog net kunnen herstellen, eigenlijk, in die laatste wedstrijden. Dus, maar ja. Maar het was alleen maar dat systeem? Vermoedde je, of had je het idee, ik kan het niet aan in het systeem wat hij wil? Nee, jawel, maar ik... Maar je wilde je zin hebben? Het was ook een beetje eigenwijze gozer, nee, een beetje ster? Nee, dat niet. Maar het was zijn trots ook, natuurlijk. Mijn trots ook wel een beetje, ja. Maar het... En wat heb jij nou fout gedaan? Je had niet moeten bedanken. Nee, ik had er veel meer met hem over moeten gaan praten. Ja. En, maar ja. Dus ik heb het fout. Als ik s'avonds naar heel had gegaan, ben ik verloren. Hij vond het zelf ook. Geef elkaar nu maar een kusje. Ja, die hebben we al lang gedaan, jongen.
zullen er direct een slok op misschien is het wel, kijk, wat mij nog wel interesseert. Gullit die zegt, ja, je kijkt naar die vrouw, die presentatrice. Nee, maar jij bent nu presentator van die... Heb jij niet die blatter, hè? Volgens Jack moet die weg en volgens mevrouw... Dat is waar, geen ambities. Ik bedoel, maar Platini, hoezo? Ja, dat is een hele goeie, Jan. Ja. Is dat zo? Ja. Zou ik dat kunnen? Ja, ja, dat kun jij. Weet ik niet. Broek, maar als Platini dat kan en Beckenbauer, jij ook. Nou, jij kent Platini goed. Ja, die kent met een beetje een... jij hebt meer statuur, allure dan Platini. Dat is een klein beetje een genre. Broek, doe eens daadwerkelijk iets daar. Loop niet achter die vrouwen aan. Ik loop niet achter die vrouwen. Dat en Jan. Nou, ja, daar samen mee werken. Je weet wat ik bedoel. Het een beetje. Maar zeg het dan ook een keer goed. Zeg het dan goed. Zeg het dan goed. Ja, ik zit met die 10.000 euro in mijn hand. Ja, ik ben 10.000 euro. Voor mij is het veel geld, hoor. Je insinueert weer dingen. Nee, ja, je zegt het verkeerd. Zeg het nou goed. Zeg het nou goed. Yes, wat wilde je zeggen? Dat je je kandidaat moet stellen. Stel ja, wat heeft het met die vrouw te maken? Nou, omdat je zelf zei, ik kijk even naar mijn presentatrice. Ja, jij vindt dan het hoogste dat jij dat gala van de Gouden Bel presenteert. Nee, jij kunt meer. Dit was hem voor dit jaar. Dit was hem zeker. Dus ook voor deze avond. Nou, Studio Voetbal. We zijn weer terug. Ik bedoel het wel goed. Op 12 januari. Ik bleef nog lang onrustig in Hilversum, ben ik bang. Oh, kijk, zie je? We gaan zie je wel. Ik wil nog heel even teruggaan naar het WK 94. Oh. Want daar zijn we beland. Laatste acht, hoor. Ja, maar we zijn nu nog bij Nederland-Ierland. Dat was een wedstrijd die... Ja, Pat Bonner. Ik ben hem nog een keer tegengekomen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Het, waren echt, het was een mooie wedstrijd. Het bleef nog steeds bloedheet in Orlando. Gullit was er niet bij, maar er waren een heleboel wel bij. En uiteindelijk zien we ook nog uiteraard de bondscoach die buitengewoon tevreden is. Want ik kan het u wel verklappen. Wellicht weet u het. Nederland wint van Ierland. Tot volgend jaar. Fijne kerstdagen. En een gelukkig en gezond 2004. Dag. Overmars is snel. Sneller dan Bep. Overmars, leg hem op Bergkamp. Bergkamp scoren. Yes! 1-0. Dennis Bergkamp, zijn tweede goal. Heel goed gedaan. Van die kleine snelheidsduivel uit de Veluwe. Mark Overmars. Hij moet zelf iets ondernemen en dat doet hij heel goed. Van Vossen kiest positie. Van Vossen! Rijkaard! Hele sterke actie weer van Overmars. Bergkamp. Ja, wat doet hij dat goed zeg. Oh, wat een mooie bal van Bergkamp. Rijkaard kon er net niet bij. Wat een schitterende actie van Bergkamp. Jonk, het lijkt zo simpel wat hij allemaal doet. Het lijkt zo makkelijk. Jonk! Wow, 2-0! 2-0, Wim Jonk! Wat een blunder van Bonner! Oh, op dit niveau! En wat een blijdschap bij Oranje! Bergkamp, Frank de Boer! Het had de goal van het toernooi kunnen worden. Maar weer een schitterende bal. Kijk eens, zoals Raymond Keulemans dat in zijn goede jaren deed. De koning van de driebanden bij het biljarten. Advocaat wordt gefeliciteerd. Nederland klopt de Ieren met 2-0 in toch een zinderende wedstrijd. Plus, official partner Eredivisie.